Hallo allemaal, vandaag ga ik jullie uitleggen hoe je gemakkelijk je achterderailleur van je mountainbike Shimano kunt afstellen. Om te beginnen, wanneer je je achterderailleur afstelt is het belangrijk dat je kabel op de juiste spanning staat. Heb je bijvoorbeeld een nieuwe kabel gestoken, ga ik dat nu als eerste uitleggen. Heb je geen nieuwe kabel gestoken en wil je alleen je achterderailleur afstellen, ga naar de onderstaande tijd. Dan spoel je eventjes het filmpje door naar het afstellen van je achterderailleur. Dan gaan we nu beginnen met het afstellen van je kabel. Je hebt een nieuwe kabel gestoken en je wilt je achterderailleur afstellen. Wanneer je de kabel op spanning wilt zetten, schakel je eventjes met je shifter. Je houdt je achterderailleur even tegen. Wanneer je achterderailleur eventjes tegenhoudt, komt de kabel volledig op spanning, schiet de kabel in alle hoedjes goed en heb je geen last meer dat later de kabel weer wat spanning verliest. Inmiddels heb ik de kabel van de achterderailleur afgesteld. Hij staat goed op spanning en ik kan de achterderailleur nu af gaan stellen. Ik heb hierbij sleutel nummer 4 gebruikt om het kabeltje vast te draaien. Met sleutel nummer 2 kan ik de kleine schroefjes van de achterderailleur bijstellen. Je begint altijd met het verstelschroefje dat in je achterderailleur zit bij de zwaarste vertanding. Je legt daarom ook de ketting op de zwaarste vertanding. Wanneer je dit afgesteld hebt, kan je doorgaan met het schakelen naar boven toe. Wanneer de fiets begint met ratelen, wanneer je naar boven schakelt of juist naar beneden schakelt, betekent dit dat de kabel wat strakker moet of juist wat losser moet. Bij de mountainbike heb je bij de shifter een draaiknop. Deze draaiknop kan je de kabel wat strakker zetten of juist wat losser zetten. Zoals jullie kunnen zien schakel ik nu naar boven toe en staat mijn derailleur niet zuiver afgesteld. Hij gaat moeilijk naar boven toe, dus dit betekent dat ik mijn kabeltje wat strakker moet trekken, zodat mijn derailleur wat strakker komt te staan en de spanning wat meer naar boven komt. Ik moet natuurlijk de kabel niet te strak zetten, anders gaat hij weer moeilijk naar beneden toe, dus hier moet je altijd een beetje onderscheid in maken. Wanneer dit gedaan is, schakelen we de ketting helemaal naar de lichtste vertanding naar boven toe. Dan moeten we nog eventjes de derailleur afstellen, zodat de ketting niet over de lichtste vertanding heen gegooid kan worden. Wanneer de ketting over de laatste kransje heen zou vallen, of krans, kan het zijn dat heel de achterderailleur in het wiel komt. Dit geeft grote problemen. Je achterderailleur gaat kapot. Eventueel gaat je frame nog kapot. Dus zorg altijd voor dat het schroefje waarmee je de achterderailleur eigenlijk tegenhoudt, goed ingedraaid is en dat de achterderailleur de ketting nooit over het laatste kransje heen kan gooien. Wanneer je dit afgesteld hebt, heb je nog eventueel het schroefje wat net boven de kabel zit. Dit schroefje net boven de kabel kan je derailleur wat strakker mee zetten. De derailleur komt wat verder naar achter te staan. Heb je bijvoorbeeld een 51 als lichtste vertanding, kan het zijn dat de bovenste derailleurwiel en het laatste kransje op de cassette tegen elkaar aankomen en dat de ketting daardoor niet meer vrij loopt. Draai het schroefje wat verder in, komt de derailleur wat naar beneden te staan en loopt de ketting helemaal vrij. Wanneer je dit afgesteld hebt, lopen we nog eventjes alles na, dus we schakelen weer vanaf boven naar beneden toe en andersom. We kijken of alles vrij loopt. Wanneer alles vrij loopt, kan je zeker weten dat de derailleur goed afgesteld is. Wanneer je bijvoorbeeld een nieuwe fiets koopt, kan het zijn dat de kabel zichzelf nog even moet zetten of bij het steken van een nieuwe kabel. Wanneer je dit niet gedaan hebt en je de derailleur goed afgesteld, kan je er zeker van zijn dat hij goed loopt. Zo, dit was de uitleg over het afstellen van je achterderailleur. Ik hoop dat het allemaal duidelijk is. Dat jullie weten hoe je de achterderailleur af kunt stellen. Heb je eventueel nog vragen? Laat het weten in de comments. Vind je de video leuk?
Vergeet dan een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En ik zie jullie weer de volgende keer.